Elk bruidsmeisje is anders. Sommige zijn heel goed en sommige zijn heel slecht. Bekijk Woohoo's nieuwe video over hoe goede en slechte bruidsmeisjes zich klaarmaken voor een bruiloft. Ik wil een bruiloft net als Barbie en Ken. En jullie kunnen mijn bruidsmeisjes zijn. Meiden, laten we zweren dat we voor altijd vrienden zullen zijn. Meiden, zien jullie iets anders aan mij? Kijk, mijn ring! Fred heeft me ten huwelijk gevraagd. Dat betekent dat jullie eindelijk mijn bruidsmeisjes kunnen zijn. Dit is geweldig nieuws! Een toast op de beste bruidsmeisjes en de beste vrienden. Schat, waar is mijn ring? Waarom wordt iedereen ten huwelijk gevraagd, behalve ik? Schatje, mijn beste vriendin gaat trouwen. Ik word het beste bruidsmeisje ooit. Ik ben zo blij. Ik ga het slechtste bruidsmeisje ooit zijn. Hey schoonheid, mag ik je nummer hebben? Sorry, ik ben verloofd. Wat een geweldig feest. Maar Eva gaat alles doen wat ze kan om het te verpesten. Neem een foto van ons. Ik zal het naar mijn verloofde sturen. Die kerel is de perfecte toevoeging aan deze foto. Nu heb ik vuiligheid over Jennifer. Verzonden. Jennifer, wat is dit? Was je aan het knuffelen met een jongen in een club? Ik heb de foto's gezien. Oeps. Ik moet de situatie redden. Hey, vreemdeling, kom hier. Knuffel me lekker stevig. No. Zie je, Fred? Dit is Penny's vriendje. Je hoeft je geen zorgen te maken. Het feest is gered. Dankzij het goede bruidsmeisje. Als onderdeel van de huwelijksplanning zoeken we uitnodigingen uit. Kijk, ik heb een paar leuke uitgezocht. Welke vind je het mooiste, Jen? Oh, ze zijn allemaal zo mooi. Wat denk jij, Eva? Ik heb ook wat opties voor jou. Allemaal in de donkerste kleuren. Omdat je trouwdag een dag van rouw zou moeten zijn. Je vrijheid sterft en je nachtmerrie begint. Huilende baby's. Constant schoonmaken, bergen vuile vaat. Huh? Je leven zal voorbij zijn. Luister niet naar haar, Jennifer. Je trouwdag is het mooie begin van een nieuw leven. Het is de beste dag ooit. Laten we onze gastenreis maken. Fred doet ook mee. Vergeet niemand. Wacht even. We zijn deze gasten helemaal vergeten. Hier is nog een lijst. We moeten ze uitnodigen, toch? Wat is dit? Wie zijn al deze mensen? Een lijst van exen? Jennifer. Zijn dit je exen? Al deze namen? Maar Penny kan de dag weer redden. Kom op, Fred. Dit zijn mijn exen. Hoe is hij hierop gekomen? Laten we dit bewaren voor mijn bruiloft. Oeps. Voor de bruiloft. De bruidsstress eet een ton van suikerhoudende voedingsmiddelen. De bruidsmeisjes moeten haar helpen van de suiker af te blijven. Of niet? Dit dessert ziet er zo goed uit, Jen. Eet het allemaal op. Nee, Jen. Leg de vork neer. Wil je niet meer in je trouwjurk passen? Au. Maar één stukje, Jen. Denk aan je jurk. Ja, eet het. Nee, eet het niet op. Vecht niet tegen mij. Denk aan je bruiloft. Wat moet ze kiezen?
Het goede bruidsmeisje wint. Wat een heerlijke salade. Ik wil mijn familiejuwelen dragen op mijn ceremonie. Eens kijken of ik ze kan vinden. Eva, wil jij de ladder vasthouden? Hallo. Ja, ik ben al onderweg. Help! Arme Jennifer. Nou, wat is er daarboven? Oh, wat een mooie nieuwe choker. Maak je geen zorgen, vrouwtje. Het zal genezen tegen de bruiloft. Volgens de traditie moet je een bruid iets nieuws geven, of iets ouds, maar zeker iets blauws. Penny is op zoek naar een cadeau. Ja, hier is het. Dit is het perfecte topje voor Jen. Geef het aan mij. Ik zag het eerst. Nee, dat deed ik. Geef hier. Jij geeft het aan mij. Dit topje gaat met mij mee. Eva heeft een snellere oplossing. Iets oud zal moeten volstaan. Heel erg bedankt, Hobo. Hier is het vrijgezellenfeest. Oeps. Daar is mijn rivale van de winkel. Dit is onhandig. Tijd om de cadeaus te geven. Bedankt meiden, dit is zo lief. Wauw. Wauw. Wat een mooi topje. En wat is dit? Iets ouds, iets blauws en iets stinkends. Oh, bedankt Eva. Eva wil het vrijgezellenfeest voor eens en voor altijd verpesten. Hallo? Politie? Kom snel, ik meld een geluidsovertreding. Wie is daar? Ik doe wel open. Oh, het is politie. Wacht even, dat zal een grote verrassing zijn voor de bruid. Blijkt dat dit helemaal geen echte agent is. Laten we plezier maken, meiden. Ben je een slechte bruid of een goede bruid geweest? Hoi! We hebben onze trouwringen gekocht. Wil je ze houden tot de bruiloft? Verlies ze niet! Jennifer is zo naïef. Eva is de ringen meteen vergeten. Laten we een taart kiezen. Geen van deze zijn goed genoeg. Ze smaken allemaal verschrikkelijk. En de bruiloft komt er al snel aan. Weet je wat, Jen? Wat vind je ervan als ik je bruidstaart voor je maak? Dank je, Eva. Dat is zo lief van je. Eva maakt de slechtste cake die de wereld ooit heeft gezien. Ze vervloekt het beslag terwijl ze het maakt. Deze bruiloft is gedoemd. De cake is klaar. Veel plezier. Nou, wat denk je?
Oh mijn, het is zo verbazingwekkend. Wow. Mm. Oh. What? Het is zo'n heerlijke bruidstaart. Je bent de beste, Eva. Wie had dat kunnen weten? Eindelijk, de dag waarop we allemaal hebben gewacht. De bruiloft is hier. Oh, het is zo spannend. Maar Eva heeft nog één gemene truc in haar mouw. Ze laat de bruidegom struikelen. En vangt hem in haar armen. Rustig aan, gemeenerd. Dat is gewoon je fantasie. Nee, ga weg hier, kwade gedachte. Dit is tenslotte mijn beste vriendin. Zij en Freddy zijn een geweldig stel. En nu ringen uitwisselen. Wat is dit? Waar zijn de echte ringen? Eva! Vond je onze zeer verschillende bruidsmeisjes leuk? Reageer dan hieronder en vertel ons of je ooit hebt klaargemaakt voor een bruiloft en of de bruidsmeisjes goed of slecht waren. 1 juli, abonneer je op ons kanaal, like deze video en klik op het belletje. Mis geen hilarische nieuwe video's van Woohoo!